Een 19-jarige fietser uit de gemeente Noorderveld is gisteren aan het eind van de middag ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde op het Hoendiep tussen de kruising met de Roderwolderdijk en de rotonde met de Westpoortboulevard. Een 77-jarige automobilist uit Leek schepte de fietser bij het inhalen. De leekster is aangehouden. De fietser is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is nog onbekend.